Want ik ben er al. Maar weten jullie waarom jullie hebben gewonnen? Nee. Ja, de beste waren. Ja. Ja. Dat zijn de mooiste online. Van de mooiste kippen. Ja, want ik heb net even met hun over gesproken. Ja, waar hebben jullie dan een beetje op gelet? Of het überhaupt mooi is, mooi afgewerkt, de vorm. Nou, dat waren jullie was inderdaad de beste in ieder geval. De mooiste, ja. In het algemeen was het de mooiste. Ook wel een gewoon mooie telefoon zo. Het was groot. Hij is niet hier, hij kan hem niet zien. Ja, dat weet ik niet. Binnen. Oké, dan wil ik hem zo meteen nog wel even zien. Ik heb hem alleen eigenlijk maar van de foto gezien. En omdat het heel mooi was, omdat het 3D is. Hier, dat je omheen kon, je hebt er zat diepte in. En het telefoonnummer, wat natuurlijk ook heel erg belangrijk is. Staat er op. En dat was volgens mij wel de reden dat jullie hebben gewonnen. Maar ja, wat hebben jullie nou gewonnen? Nee, jullie hebben fantastisch. Zometeen, als ik zeg wat jullie hebben gewonnen, moet je net zo losgaan als net in de klas. Het was echt een onwijs kabaal. Dat kunnen we wel. Dat kunnen we wel. Dat is echt een hard. Ja, oké. Jullie hebben goed. Met de hele klas. Jullie gaan met de hele klas naar de Beekse Bergen. Sorry, maar dat voelt echt niet hard genoeg, hoor. Jullie gaan met de hele klas naar de Beekse Bergen! Gefeliciteerd allemaal. Gefeliciteerd. Doe maar even een bok. Kunnen jullie boksen? Ja, ja. Kom maar. We hebben hem niet fysiek, hè, de Beekse Berg. Nee, dat is dan. Dus hartstikke gefeliciteerd, hartstikke goed. De klas uit Schijndel. Ja. Het is een landelijke wedstrijd, hè? Dat wisten jullie. Ja, wel. Oh, bij dat. En wiens idee was het eigenlijk om die telefoon? Ik heb met de bal! Ja! 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 Nee! Hij had ook verraden. Wat zeg je? Hij had ook verraden. Ik.